Ik heb hier bij mij, in het Zweeds, Duits, Engels en Frans, de uitnodiging van het Zweedse Nobelprijscomité, waarmee ik een auteur kan nomineren voor de Nobelprijs. Zou Bob Dylan een Nobelprijs voor de literatuur kunnen winnen? De Universiteit van Nederland presenteert letterkundige professor Dr. Geert Bullens. Het allerhoogste wat je in de literatuur kunt bereiken is het winnen van de Nobelprijs voor literatuur. En misschien is dit een kanshebber. John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. A man in a trench coat, bad job laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. The guy did, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man... Hij gebruikt woorden en het rijmt, dus misschien is het wel poëzie. Maar is het ook literatuur die de Nobelprijs verdient? Nou ja, daarover kan je van mening verschillen en dat moeten we dan misschien ook maar eens doen. In de Nederlandse context is heel vaak gezegd Harry Mulisch moet de Nobelprijs voor literatuur winnen. Het lijkt mij in deze context wel geinig om even te kijken wie in deze zaal Dylan verkiest en wie Harry Mulisch verkiest, mocht het geval zich voordoen. Eerst graag de vingers voor Bob Dylan als Nobelprijswinnaar voor de literatuur. Eén vinger, oh, oh. Vele vingers die vinden dat Dylan best een Nobelprijs mag krijgen. Betekent dat dat al de anderen eigenlijk voor Mulisch zijn? Of zijn er eigenlijk ook hier mensen in de zaal die vinden geen van die twee? Zijn er mensen die geen van beide de Nobelprijs gunnen? Ook best wel een aantal. Weet jullie eigenlijk hoe de Nobelprijs wordt toegekend? Dat moet je natuurlijk eerst weten om deze vraag te kunnen beantwoorden. En dan blijkt eigenlijk al meteen dat de vraag zoals ik die net stelde, vandaag niet meer gesteld kan worden. Want om de Nobelprijs voor literatuur te winnen, moet je leven. Wat in het geval van Harry Mulisch niet langer het geval is, dus Harry Mulisch kan niet langer de Nobelprijs winnen. Bob Dylan leeft nog wel. Maar betekent dat dan dat hij de Nobelprijs voor literatuur kan winnen? Om de Nobelprijs te kunnen winnen, moet je genomineerd zijn. Genomineerd door nationale academies voor letteren en wetenschappen die in de meeste landen bestaan. Zij kunnen auteurs nomineren. Maar ook hoogleraren letterkunde mogen auteurs nomineren. Ik heb hier bij mij, in het Zweeds, Duits, Engels en Frans, de uitnodiging van het Zweedse Nobelprijscomité, waarmee ik een auteur kan nomineren voor de Nobelprijs. Als jullie die ambitie hebben, ik zal straks nog een beetje langer blijven. De Nobelprijsacademie, in de manier waarop zij te werk gaan en ook in de uitstraling die ze hebben, zijn een heel traditionalistisch, wat ouderwets instituut. Ze schrijven hier ook dat enkel naar hun opgestuurde brieven in aanmerking komen om auteurs te nomineren. Het staat expliciet, het sturen van een e-mail telt niet mee. Ja, maar als je hun een brief stuurt en belooft om vertrouwelijk om te gaan met de informatie, dan beloven zij op hun beurt ook vertrouwelijk om te gaan met die informatie. En dan ben je genomineerd. En in 1996 is dat wat is gebeurd met Bob Dylan. Een Amerikaanse literatuurprofessor vond dat Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur mocht krijgen. Er is sindsdien heel vaak over gedebatteerd. Heel veel mensen vinden dat een belachelijk idee. Heel veel grote specialisten in het werk van Bob Dylan vinden dat ook een belachelijk idee. En dat is eigenlijk wel interessant. Het zijn mensen die hun hele leven spenderen aan het analyseren van Dylan als betrof hij een heel groot dichter. Het zijn mensen die echt, er bestaat een encyclopedie met alles wat je over Dylan wil weten en ook heel veel van wat je niet wil weten. Maar ook een hele reeks andere mensen wijden eigenlijk hun hele leven aan het bestuderen van Dylan. Heel erg te vergelijken. Collega's aan de universiteit die hun hele leven wijden aan het bestuderen van Franz Kafka of William Shakespeare of James Joyce. Op dezelfde manier gaat men vandaag om met Dylan. En zo beschouwd zou je eigenlijk verwachten dat die mensen dan ook vinden dat Dylan ook die Nobelprijs maar moet krijgen. De meeste Dylanologen, zoals dat heet, vinden dat Dylan die Nobelprijs niet moet krijgen. Dat suggereert
dat zij vinden dat er, als het gaat over echt het allerhoogste in literaire kwaliteit, Dylan misschien wel een cultureel fenomeen van de eerste orde is, maar niet noodzakelijk een belangrijk schrijver. En zo komen we op een hele centrale kwestie. Ja, wat is dan eigenlijk kwaliteit en wie kent dat label toe? Personen die dat label toekennen in de literaire context, maar ook daarbuiten, brede culturele context, die worden poortwachters genoemd. Poortwachters, met andere woorden, stel je bent vol dichterlijke ambitie en je wil het als literator ook maken in de wereld, je schrijft een boek. De Nobelprijs is dan nooit de volgende stap. Er zit een hele reeks van stappen tussen. En de allereerste stap die je moet zetten is zorgen dat je boek wordt uitgegeven. Dus poortwachters in die context zijn mensen die in een literaire uitgeverij de verantwoordelijkheid hebben om bepaalde boeken wel of niet uit te geven. Nou, als je die poort geopend hebt, is er alweer een volgende poort. Dat is de poort van de literaire kritiek. Zou het kunnen dat jouw boek wel is uitgegeven, maar dat literaire critici er helemaal niks aan vinden? Dan eindigt het eigenlijk ook daar. De Nobelprijs is nog altijd heel ver weg. Maar stel dat je ook die deur opent en je wordt door de kritiek omhelst, en in volgende instantie je schrijft nog een boek en dat wordt opnieuw omhelst, en de academische kritiek denkt van god, dit is toch eigenlijk echt wel heel bijzonder, en wordt college overgegeven aan de universiteiten, en er is een hoogleraar die denkt van oh, ik heb dit bij mijn post net, dit briefje van de Zweedse academie gevonden, misschien kan ik wel auteur X of Y bij de academie in Zweden introduceren om op die manier mijn auteur te pushen. Maar er zijn natuurlijk duizenden mensen ter wereld die in dezelfde positie zitten en die ook auteurs kunnen nomineren. Dus daarmee haal je het helemaal nog niet. In de geschiedenis van de Nobelprijs is het trouwens zo dat heel veel algemeen als belangrijke schrijvers die prijs nooit gewonnen hebben en ook omgekeerd. Als je de lijst van Nobelprijswinnaars bekijkt, er zitten vele namen bij zitten waar je nog nooit van gehoord hebt. Er zijn ook veel namen van auteurs die al lang niet meer gelezen worden. Maar toch blijft dat het allerhoogste wat je kan bereiken. Het gaat over heel veel geld, de Nobelprijsliteratuur, ook altijd meegenomen. Maar het gaat over veel meer dan geld. Het gaat over de symbolische lading van zo'n prijs, misschien nog wel meer dan de loutere financiële uitdrukking. En dat onderscheid tussen de economische beloning voor een artistieke prestatie en de eerder symbolische, dat is uitgewerkt door de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu. En Bourdieu geeft aan dat er verschillende soorten van kapitaal zijn, zoals hij dat noemt. Het meest voor de hand liggende is het economische kapitaal. Dat is gewoon geld. Heb je ook cultureel kapitaal, als je bijvoorbeeld een diploma hebt gehaald? Heb je sociaal kapitaal? Wat wij vandaag noemen je netwerk, ja? Je Facebook-vrienden, dat is je sociale kapitaal. In de cultuur, maar ook in de economie, is het vaak zo dat ene vorm van kapitaal makkelijker kan worden omgezet in een andere. Met je diploma en als je ook nog de juiste mensen kent, kan je een leuke baan hebben en dat geeft je dan weer economisch kapitaal. En zo werken eigenlijk die verschillende manieren van kapitaal op elkaar in. Maar er is nog een andere variant van kapitaal, door Bourdieu symbolisch kapitaal genoemd. Die is veel minder tastbaar, maar heeft een hele sterke uitwerking in onze cultuur. En het winnen van een belangrijke literaire prijs, Nobelprijs, maar ook de vele andere literaire prijzen die elk jaar opnieuw worden uitgedeeld, dat zijn allemaal vormen van symbolisch kapitaal, waarmee je dus als auteur aan belang wint en in het beste geval steeds dichter bij die Nobelprijs kan kruipen. Nu, die verschillende vormen van kapitaal, zoals ik zei, die werken op elkaar in. En wat je vaak ziet, is dat mensen die heel erg veel van de ene vorm van kapitaal hebben, toch eigenlijk ook een bijzondere interesse hebben in dat eerder symbolische kapitaal. En dat illustreer ik aan de hand van dit bijzondere boek, Decoded, van Jay-Z. Zijn hier mensen in de zaal die Jay-Z niet kennen? Jay-Z is de man van Beyoncé. Mensen die Beyoncé niet kennen, Beyoncé is de Diana Ross van deze tijd. Jay-Z is een buitengewoon succesvol zakenman. Hij heeft heel erg veel geld verdiend met zijn hip-hop-imperium. Is dus rapper. Maar zoals hij zelf zegt, dichter. En eigenlijk gewoon de Shakespeare van deze tijd.
Nou, dat kan hij wel vinden, maar om dat punt echt te maken, heeft hij een poging ondernomen, een heel succesvolle poging, zo is gebleken, om ook symbolisch kapitaal te kweken. Hij wilde namelijk een eigen boek. Een eigen boek, dat er heel erg duur uitgegeven. Het is een boek met heel veel mooie plaatjes, zodanig dat het ook als koffietableboek kan functioneren. Het is tegelijkertijd ook een soort van autobiografie, naar aloud Amerikaans model, from rags to riches. Maar het is ook, en dat is de context waarin het hier eigenlijk van belang is, een hele traditionele, je zou bijna kunnen zeggen, ouderwetse manier van literatuur bestuderen. Welke literatuur bestudeert hij hier? Die van Jay-Z. Je krijgt dus op de linkerbladzijde heel vaak de rapteksten en op de rechterbladzijde analyseert hij zijn eigen teksten. En geeft hij aan hoe hij met de traditie speelt, hoe hij eigenlijk op zijn manier, dus inderdaad, de Shakespeare van vandaag is. Economisch kapitaal had hij voldoende, cultureel kapitaal eigenlijk ook, maar dat symbolische kapitaal wilde Jay-Z nog extra. En het is ook gelukt, want dit boek kreeg grote recensies in de New York Times. Hij werd geïnterviewd, Letterman, avondtalkshow in de VS, CNN. Dus die vorm van kapitaal die hij eigenlijk nog niet had, die kreeg hij door de publicatie van dit boek, waarin hij zichzelf uitriep tot de Shakespeare van deze tijd, kreeg hij er bovenop. Dat geeft al aan dat opvattingen over wat literatuur is, dat die in een samenleving veranderen. Ik denk niet dat de New York Times in 1980 een boek van een rapper, nog los van het feit dat in 1980 het rapcorpus eerder beperkt was, maar dat in 1980 de New York Times daar heel veel aandacht zou aan besteed hebben. Maar vandaag wel. En dat geeft dus aan dat de opvattingen in onze cultuur over wat literair interessant is, dat die evolueren. Dat zie je in Nederland ook. Toen Kluun Komt een vrouw bij de dokter publiceerde, werd daar in de kranten eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. Toen werd het een waanzinnig commercieel succes. Meer dan 1 miljoen exemplaren, wat binnen de Nederlandse markt uiteraard een waanzinnig hoog cijfer is. Publiceerde hij een aantal jaar later een nieuw boek en ook de kranten die zichzelf kwaliteitskrant noemen, pakten daar groot mee uit. Niet toevallig in dezelfde week van het verschijnen van Kluun kwam ook de nieuwe roman van Herman Koch uit. En dat werd dan als een soort van hip-hop battle van de twee K's tegenover elkaar gezet. Ja? Dus dan kreeg je in die context wie zal het meeste boeken verkopen, Kluun of Herman Koch. En dat op zich was al aanleiding om die boeken te gaan recenseren. Zij het dan heel duidelijk dus met een soort van kwantitatieve wedstrijd aan verbonden. En dat geeft al aan dat in onze cultuur dat soort kwantitatieve criteria aan het verschuiven zijn. En dat misschien ook het hele idee van die traditionele poortwachter, iemand als de literaire criticus, dat dat vandaag ook niet meer op dezelfde manier functioneert. Dat zie je ook heel mooi in De Wereld Draait Door. In De Wereld Draait Door heb je voor beeldende kunst nog wel huiscriticus Joost Zwagerman. Maar als het over literatuur gaat, dan hebben we boekverkopers die komen vertellen wat goede boeken zijn. En die boekverkopers die zitten daar eigenlijk om de gewone lezer te vertegenwoordigen. Vroeger had je critici, en in Duitsland heb je nog altijd critici die op televisie komen vertellen wat goede boeken zijn. In de Nederlandse cultuur is dat vandaag zo gedemocratiseerd dat die ideeën over literatuur dus vandaag net zo goed door boekverkopers kunnen uitgesproken worden. En daar hebben we die professionele critici helemaal niet meer voor nodig. Dit om aan te geven dat onze ideeën over wat literatuur vandaag is, dat die eigenlijk aan het verschuiven zijn. Wil ik tot slot met jullie een klein experiment ondernemen. Het is een beetje een vals experiment. De vraag die ik stel is, ik lees een stukje tekst voor, en de vraag is, beschouwen jullie dit als literatuur? Waarom is het een vals experiment? Zo'n vraag mag je eigenlijk alleen maar stellen als mensen het volledige boek gelezen hebben. Ja, dat lukt vandaag niet. Dus ik lees een volgens mij min of meer typerende passage voor uit een boek. En nadien komt de vraag, ervaren jullie dit als literatuur? Het is een, ik lees een stukje voor uit een roman. En het begin van de roman, vrouwelijk personage probeert een wat oudere man in te palmen. Het lukte. Hij ging volledig door de knieën. 5 maanden later, toen ik begon aan mijn kooschappen plastische chirurgie en we dus formeel geen meester-leerlingrelatie meer hadden,
ging ik voor het eerst met hem mee het hemelbed in, om er nooit meer uit te komen. Hij leerde mijn andere kant kennen. En ook die kant was precies zoals hij zich had kunnen wensen. Ik kookte avond aan avond, bracht sfeer in zijn huis, neukte de sterren van de hemel, streek zijn overhemden, was ook voor Ajax, masseerde zijn pijnlijke schouders, luisterde naar ieder succesverhaal en elke klaagzang, ging sigaren roken en zorgde ervoor dat er altijd een mooie rode wijn in huis was. En als ik hem echt volledig voor mezelf wilde, liet ik hem mijn psychiater spelen. Dan mocht hij zich buigen over de moeizame relatie die ik met mijn ouders had en kroop ik als een kinderlijk slachtoffer op zijn schoot. Ik kon hem niet gelukkiger maken. Dat het niet vol te houden was om een perfecte versie van mezelf te spelen, realiseerde ik me toen nog niet. Tot zover dit fragment uit deze roman. Wie herkent dit als een literaire tekst? Vier en een halve wijfelende ja-stem zie ik hier. Dat is niet heel erg veel. Ik heb dezelfde vraag gesteld vorig jaar aan een groep Utrechtse studenten, ongeveer 30 studenten. Van die 30 studenten was er niemand die dit literatuur vond. Dat verraste mij eigenlijk, want ik ging ervan uit dat er toch wel een aantal mensen zouden zijn die dit intussen ook een literaire tekst vinden. De grote meerderheid vindt dit dus eigenlijk geen literatuur. Kan er iemand meteen zeggen waarom niet? Het is meteen wat het is. Ja, dat was eigenlijk precies ook wat de studenten in Utrecht vonden. Deze tekst laat eigenlijk aan de verbeelding en de interpretatie van de lezer helemaal niks meer over. In de literatuur is het vaak zo, niet altijd zo, maar wel heel vaak zo, dat men vindt dat een verhaal getoond moet worden, maar niet expliciet gemaakt. Ja, wat ze in de Amerikaanse context noemen show but don't tell. Ja. Wat deze auteur in dit boek doet, en ik geef nu maar één passage, maar het gebeurt eigenlijk in dit boek aan de lopende band, is show. En dan, voor wie het nog niet begrepen heeft, ook nog eens tel. Dat zie je hier heel duidelijk op dat einde, dat het niet vol te houden was om een perfecte versie van mezelf te spelen, realiseerde ik me toen nog niet. Je kan al raden, nadien, het gaat misgaan in dit boek. Maar uiteindelijk gaat het op het einde toch weer goed. Ja, ook dat is denk ik heel typisch voor dit soort van literatuur die misschien geen literatuur is. Ze ambieert het wel te zijn, maar ze maakt eigenlijk het punt op veel te expliciete wijze. Nochtans afficheert dit boek zich als literatuur, want het is een literaire thriller. Heel veel boeken vandaag hebben dat label literaire thriller. Heel interessant eigenlijk. Waarom volstaat niet gewoon thriller? Ja, thrillers hebben op zich een hele mooie traditie. Waarom hoort dat adjectief literair ervoor? Nou, dat is eigenlijk een variant van het Bourdieu-verhaal dat ik net bracht. Met thriller kan je heel veel economisch kapitaal binnenhalen, maar als je er literair voor zit, dan komt er ook nog symbolisch kapitaal bij. Tenzij de lezer het herkent als wat het is. De verbouwing van Saskia Noord. Waarmee niet gezegd is dat Saskia Noord zeker geen literatuur is. Het zou zomaar kunnen dat over 10 jaar, eigenlijk, of over 20 jaar, de opvattingen over wat literatuur is in onze samenleving dusdanig veranderd zijn dat ook zij tot de literatuur wordt gerekend. En misschien is er in 2035 wel een hoogleraar die een brief uit Zweden krijgt en denkt: ik weet eigenlijk nog wel iemand die ik wil nomineren voor de Nobelprijs. Er is altijd hoop. Dank u wel.